Wat natuurlijk heel erg leuk is, vind ik zelf, van deze expositie, is dat we ook een zijsterkunstenares hebben die tot de geselecteerde behoort. Dat is Erika Noesbaum, echte zijsterkunstenares, die haar partner in aquarel afgebeeld heeft. Ik ben in 82, denk ik, voor het eerst in Zeist komen wonen. En ik heb hier altijd met heel veel plezier geleefd. Ik werk ook hier in Zeist nog steeds. Ik geef les bij het kunstenhuis. Dus ja, ik voel me eigenlijk wel echt Zeisterse. De eerste stap was dat wij al die kunstenaars hebben opgeroepen om iets in te zenden, digitaal. Ik geloof 2 dagen voor uiterste inzenddatum dacht ik van nou kom op, we gaan toch wat insturen. Daarvan heeft de jury 122 werken geselecteerd en die werken, daarvan wordt vandaag besloten of die uiteindelijk genomineerd worden voor de Nederlandse Portretprijs. En toen mocht ik komen op de selectiedag. Er zijn, ik denk, zo'n 130 kunstenaars langs geweest met één of meerdere werken. Zij waren al uitgeselecteerd uit de 1300 inzendingen die we gekregen hebben. Die dag was heel zwaar. Er waren een aantal afvalrondes. Dat was echt. Ik was heel relaxed gekomen. Maar elke keer als die man met de computer kwam en die namen oplas, dan ging mijn hart echt van. Oh god, nou kom ik. En pas eigenlijk op het laatst, toen we met de laatste 50 op het bordes stonden hier op Slot Zeist, toen dacht ik van ja, oké, lekker. Maar het was echt heel spannend. Ja, het is van een ontzettend hoog niveau geworden dit jaar. Alleen al om hier bij te hangen is voor mij eigenlijk al gewonnen. Ja, kijk rond. Het is echt wat hier aan mooie portretten hangt. En om daarbij te hangen is gewoon echt een eer. Deze expositie heeft als doel een juryprijs. En er zal ook een publieksprijs komen. Dus iedere bezoeker van deze expositie stemt mee over de uiteindelijke publieksprijs in de verschillende categorieën. 3 november zal de prijsuitreiking zijn, hier weer op Slot Zeist. Ja, er zitten hele mooie portretten bij. Ze zijn eigenlijk allemaal even mooi natuurlijk, maar ik heb een kleine voorkeur. En dat is toch wel voor een kunstenaar in Zeist, dat die toch ook hier hangt. Ik vind het geweldig.